Oké, okay, beste mensen, Livius boek 30, paragraaf 14, 3 tot 5 nu. Er gaat nu echt een gesprek komen, hoor. Ik beloof het, tussen Scipio en Massinissa. Maar eerst lezen we dit. Haec secum volutanti, Laelius ac Massinissa supervenerunt. Terwijl hij, dit is een PPA, hè, terwijl hij deze dingen bij zichzelf overdacht, volutaris, je zou ze overdenken, supervenerunt, dus kwamen Laelius en Massinissa opdagen bij bij Scipio. Dat Scipio moet je inderdaad even bijdenken. Bij hem, ei, zou je kunnen denken in het Latijn. En daarmee sluit deze, daarbij sluit dit PPA inderdaad in zich dan aan. Dus bij hem, terwijl hij overdacht, bij hem die overdacht, kwamen zij opdagen. Dus hij was erover aan het nadenken, over het verhaal van Syphax. En toen kwam op een lees Lalits en Massinissa binnengewandeld. Quos cum pariter ambo ec benigno vultu excepisset, et egregis laudibus frequenti patrolio celebrasset, abductum in secretum Massinissam sic adlocutor. Quos is een betrekkelijk voornaamwoord hierna een punt, dus dat is een relatieve aansluiting. Kan je vertalen met die, maar ook beter gewoon met zij hier, accusatief zoals hen. En dan doe je even een zinbegin in het Nederlands met het woordje cum, maar dan in het Nederlands natuurlijk. Dus cum met een conjunctief plus perfectum, kan je vertalen met toen of nadat. Toen hij had ontvangen, quos hem, bij pariter, op gelijke wijze, ambo, beide. Dit is ook een accusatief, dit vormpje is een beetje een raar woord, maar het is ook een accusatief. Dus toen hij beide gelijke wijze, hen beide op gelijke wijze had ontvangen, en benigno voltu, dus pariter, op gelijke wijze, en ook nog met een... hoe zeg je dat, een welwillend gezicht, een welwillend gelaat had ontvangen. En dan loopt de zin verder met et egregis laudibus enzovoort. De komende zin loopt nog even door, want we zien hier celebrasset, weer een conjunctief pluskwamperfect, net als deze hier zo. En toen hij, dus hen nog een keertje erbij, celebrasset, celebravisset, moet je daar natuurlijk denken, van celebrari, zoals prijzen of huldigen, dus had geprezen of had gehuldigd. Egregis laudibus, allebei ablatief is een meervoud, met uitmuntende of buitengewone meervoud van laus, lof, eer. Dus misschien loven, nee dat bestaat niet, hè? Lofprijzingen zou je kunnen zeggen. Of eerbewijzen. Frequenti praetorio, ook een ablatief is, maar hiervan plaats. Dus in het druk bezochte hoofdkwartier. Dat is de praetorstent, het hoofdkwartier van het legerkamp. Die i weer een ablatief is van de woorden op is. Of eigenlijk frequent. Die bijvoegen in ieder geval bijvoegen naar woorden van groep 3. Hebben een ablatief is op i. Wat deed hij toen? En dan komt er een presens. Presens historicum waarschijnlijk. Toen, dan spreekt hij toe. Of toen sprak hij toe. Massinissa. Ziek. Sprak hij Massinissa zo toe. En dan zat daarbij abductum. Een ppp hier in de accusativus. Dus weggeleid. Nadat die weggeleid was, hè, dus nadat Massinissa dus weggeleid was, in secretum, in het geheim of in het apart of zo, je kunt het gewoon in één keer vertalen, dus nadat Massinissa apart genomen was. Je kan ook actief vertalen, hè, nadat hij Massinissa apart genomen had. Sprak die dus als volgt toe. En dan krijg je een hele ingewikkelde en mooie zin, mag ik wel zeggen. Aliqua te existimo Massinissa intuentem in me bona et principio in Hispania ad jugendam mecum amicitiam venissa et postia in Africa te ipsum spes communes tuas in fidem meam commississe. Even kijken, voordat we dat gaan doen, wil ik heel even wijzen, als ik vergeet, op het parallelisme wat we zien bij het denken. Bijvoorbeeld benigno voltu, bijvoorbeeld naamwoord, zelfs het naamwoord, egregis laudibus, ook hetzelfde van volgorde, en frequenti praetorio, ook nog een keer dezelfde volgorde, dus het is precies op die manier aan het opbouwen. Goed, maar wat zeg je nou hier zo? Je moet eigenlijk beginnen met existimo. En existimo is gewoon een ik-vorm van existimare, betekent zoiets als menen. Ik ben van mening. En dan krijg je natuurlijk een ACI. Ik ben van mening, te venisse, daar is de i pas, dat jij bent gekomen. Oké, laten we dat even de dingen die wij horen eerst nemen. Dat jij bent gekomen, principio, in het begin, in Hispania, in Spanje, ad jugendam mecum adventitiam, om
met mij vriendschap te sluiten, te verbinden. En jongeren is dan hier verbinden of sluiten. En de jungendam is dan een gegeven die vum samen met amikitya, maar in combinatie met at is het altijd om te. Dus om vriendschap met mij te sluiten. Dan hebben we overgeslagen aliqua intuentum in me bona. Intuentum is een PPA. En komt van intueri, betekent zien. En kan je dus dan vertalen met ziende, of terwijl ziet. Hier is de accusatieve, dus het hoort bij te. En het kun je dus ook vertalen met terwijl jij ziet. Of eigenlijk beter zag, want we waren in de verleden tijd gekomen. Dit was een infinitivus perfectum. Terwijl jij zag. Misschien beter omdat jij zag in mij, aliqua bona. En bona, hier zelfstandig gebruikt, onzijdig meervoud, dus goede dingen, beter bedoeld, goede eigenschappen. Aliqua enige, omdat jij enige goede eigenschappen in mij zag. Dus ik meen, Masinissa, dat jij, omdat je enige goede eigenschappen in mij zag, zowel in het begin in Spanje bent gekomen, naar mij moet je erbij denken natuurlijk, om vriendschap met me te sluiten, als ook later, dat je ook later in Afrika te ipsum, jouzelf, en omnes tuas space, en al jouw hoop, commississe, hebt toevertrouwd in fidem meam, aan mijn trouw, oftewel onder bescherming meam van mij hebt gesteld, zou je kunnen vertalen. Onder hoede van mij, onder mijn hoede hebt gesteld, hebt geplaatst. Weer een infinitivus perfectum. Dus even anders gezegd, toen hij nog in Spanje was, was een jonge man, hebben we verteld ook net wat er gebeurde ook weer in het vorige filmpje. Toen heeft Masinissa al zich even gemeld bij Scipio en wilde toen vriendschap met hem sluiten, maar waarschijnlijk ook een bondgenootschap om hulp te krijgen tegen die vervelende Sifax. En later heeft hij dus in Afrika ook echt nog een politiek daar echt sterker gemaakt om echt een bondgenootschap te krijgen. Hij heeft al zijn hoop eigenlijk in Scipio gesteld om de macht weer terug te krijgen, omdat hij verdreven was uit de macht natuurlijk door Sifax. Dat heeft hij waarschijnlijk gedaan omdat hij goede eigenschappen zag in Scipio. Wat dan? Nou, weet ik veel, kracht in de oorlog of whatever. In ieder geval, hij bewonderde hem waarschijnlijk. Even kijken wat we daar zien, is in eerste een soort van valse bescheidenheid. Enige goede eigenschappen. Ik heb er maar een paar, alsof Scipio dat zegt. Maar waarschijnlijk bedoelt hij wel meer dan dat. Het is natuurlijk een enorme hyperbaton, aliqua, blablabla, dus het krijgt ook extra nadruk. We zien een tegenstelling tussen principio en postia. Dat zijn die van die structurerende woordjes. Eerst in Spanje en later in Afrika. Dat is ook een beetje parallel neergezet natuurlijk. Principio in Spanje, postia in Afrika. En ik zou dan zelf zeggen dat hij zegt dat je al je hoop in onder mijn hoede hebt gesteld. Al je hoop. Jij kan natuurlijk ook nog zelf wat een steentje bijdragen om Sifax te verdrijven. Dus ik vind het een beetje een overdrijving, een soort hyperbol als het ware. Maar goed, dat is hoe hij dit uitdrukt. En dat is het begin van zijn speech eigenlijk tegen Masinissa. De vraag is, hoe gaat dit nou verder? En dan lezen we ook alvast even het vervolg in de volgende dia. Atqui nulla earum virtus est propter quas tibi ad petendus visus sim qua ego aequa temperentia et continentia libidinum gloriatus furim. Atqui, maar nulla virtus, er is geen enkele deugd, earum virtutum, moet je lezen, dus van die deugden, propter quas tibi ad petendus visus sim, propter quas, ja, vanwege welke, of waarom samen misschien. Visus sim, het perfectum van videre in het passief, dat betekent dus lijken, hier mag je zeggen gewoon leek. Ik leek, hè? Dus sim is ik-vorm, in cognitief is vanwege die quas-zin eigenlijk, ja, betekent vaak een reden of zoiets dergelijks, maar het kan ook een definitie zijn, dat hoef je niet bijzonder om niet te vertalen, eerlijk gezegd. Dus vanwege welke ik leek voor jou, of ik voor jou de indruk wekte, ad petendus esse, moet je even esse bij denken eigenlijk. Dus
En dan, wat is ad petendus? Dat is weer een gerund die vum hier, in de, met combinatie met s, is dan vaak een gerundieve vorm van verplichting. Dus die vertaling met moeten worden, ad petere, betekent opzoeken. Dus, vanwege welke ik voor jou leek opgezocht te moeten worden. Oké, een beetje ingewikkeld. Ik kan ook tibi vertalen als het door. Hè? Dus ik kan het heel anders vertalen. Vanwege de welke ik... Vanwege welke jij leek mij te moeten opzoeken. Of zoiets dergelijks. Nou, het, kan, het is ingewikkeld in het Nederlands te zeggen. In ieder geval, er zijn dus deugden. En die deugden die zorgen ervoor dat Scipio op machinisten de indruk wekt dat het nodig is om Scipio even op te zoeken. Nou, dat staat hier zo. Hè. Dus is dat nog een keertje over de bewondering van machinisten voor Scipio. Maar goed, van al die deugden dus, is er geen enkele qua ego aequo ac temperantia ac cognentia libidinum gloriatus fuerum. Geen enkele qua ego gloriatus fuerum. En gloriari betekent trots zijn op. Zich beroemen op. Een beetje ouderwets Nederlands. Dus, en dat gaat met de ablatives. Dus waar ik trots op ben geweest. Waarop ik mij beroemd heb. Dit is een perfectum conjunctivus van dat werkwoord. Een deponens, maar je moet dat dus actief vertalen. En dit is een conjunctivus... ja, ook weer omdat het een definitie is eigenlijk. Dus, of een potentiaal is waarop ik mij zou kunnen beroemen, kan je ook eventueel zeggen. Aeque, evenzeer, waarop ik mij evenzeer zou kunnen beroemen, als, ah, betekent dan als, en dan komt het, temperantia, zelfbeheersing, of gematigdheid, en continentia libidinum, en matigheid of ingetogenheid van de lusten, dus de beheersing van mijn lusten. Letterlijk seksuele lusten hebben we het dan over. Dus wat zeg je nou eigenlijk? Ik heb een heleboel deugden. Jij vond mij de moeite waard om op te zoeken vanwege mijn goede eigenschappen. Maar er is niet één van die deugden die zo sterk is bij mij als mijn zelfbeheersing, mijn matigheid op het gebied van seksuele lusten. De manier waarop hij dit zegt, hè, er is geen enkele die net zo is als, dat is een soort van litho-test. Je kan ook zeggen, mijn grootste deugd is, nou, en dan zelfbeheersing. Maar hij zegt, er ben een soort ontkenning erin. En dat maakt het nog wat sterker in de uitdrukking. Dat noem je dan niet. Dus. Of dat echt zo is, nou, het kan weer het voorbeeld zijn wat Livius ons wil stellen, of zijn mede-Romeinen, als een soort exemplum. Maar het is ook vooral dat Scipio binnen dit verhaal het naar voren haalt om het contrast met Massinissa sterk neer te zetten, omdat Massinissa die deugden juist niet heeft. Zie het huwelijk wat hij zo overhaast heeft gesloten met Sophroniba. En daar gaat uiteraard Scipio nu even op verder. Dat lezen we ook nog eventjes. Hanc te quoque ad ceteras tuas eximias vertutas Massinissa adiecisse velim. Velim in cognitivis presens, van velle, ik zou willen. Een soort van beleefdheidscognitivis. Dat dat jij, is een ACI weer, hè, dat jij adjecisse hebt, of beter gezegd, had toegevoegd, zouden wij dan vertalen, infinitivus perfectum hier zo. Ik zou willen dat jij had toegevoegd, hanc quoque, ook deze, moet je bijlezen, virtutem, dus deze deugd. Ik zou willen dat jij ook deze deugd had toegevoegd aan jouw andere buitengewone deugden, Massinissa. Goed, nou, dat is verder niet zo ingewikkeld. Het leuke is dat hij natuurlijk tegelijkertijd een compliment geeft, want je hebt heel veel buitengewone deugden, maar deze heb je nou net niet. Beheersing der lusten. Dus ook een beetje een kritiek daarbij. En dan gaat hij iets heel nadrukkelijk zeggen. Non est, non, mihi crede, tantum ab hostibus armatis aetati nostrae pericoli, quantum ab circumfusis unique voluptatibus. Er is niet, geloof mij, zoveel pericoli, gevaar, van of vanuit gewapende vijanden, en dit is dan een dativus, dus voor onze leeftijd, als, quantum, vanuit
aan alle kanten omringende, of de aan alle kanten omringende genotten, genietingen, verleidingen, voor mijn part. Daar moet ik natuurlijk nog wel even wat over zeggen. Even kijken. Michi Kreder, zo'n tussenwerp tussendoor. Kreder heeft altijd een database bij zich, vandaar. Hier zie ik een herhaling van non, dus dat is duidelijk een ANA voor. Dat wil hij echt benadrukken. En tantum pedicoli, zoveel gevaar. Ze hebben genitives, partitiefs officieel, maar dat kan je dus zonder van vertalen. Aetati nostri, voor onze leeftijd. Nou ja, leeftijd is nooit in gevaar, want dat is een abstract iets. Maar hij bedoelt natuurlijk voor mensen van onze leeftijd, voor mannen van onze leeftijd, beter gezegd. Dus dat is een abstractum pro concreto, dat is een soort metonymie. Voluptatibus, en voluptas is eigenlijk genot. Hier dus bedoeld als het genot wat je zou kunnen overkomen, of wat je zou kunnen krijgen. Dat is een verleiding. Dat is ook een beetje een metonymie. En circumfusis is een ppp van het werkwoord circumfundere, maar eigenlijk hier passief gebruikt als een soort van deponens. Dat betekent omringen. Circumfundere als actief betekent eigenlijk ergens omheen uitgieten. Dus ergens omheen uitgegoten, maar dan hier dus omringend, beter gezegd. Want een ppp van een deponens, als dat het echt een deponens is, kan je beter vertalen als ppa. Dus van de ons aan alle kanten omringende verleidingen. En dan zegt hij, ja, er is dus eigenlijk geen enkele gevaar van gewapende vijanden is zo groot als gevaar voor ons van verleidingen, en meestal dus op seksueel gebied van vrouwen. Dat kun je overdreven vinden. Nou, ik zit weer een beetje op dezelfde stokpaardje. Ik vind dat Scipio nogal overdreven loopt te kletsen de hele tijd hier zo. Dus het is een interpretatie, dat weet ik. Maar ik noem het hyperbol. Maar wat wel echt zo is, is dat natuurlijk weer een ontkenning in deze zin staat. Dus hij zegt niet gewoon, even denken, allergrootste gevaar voor mannen van onze leeftijd zijn de verleidingen. Groter dan die gewapende vijanden. Nee, er is geen, geen gevaar zo groot als verleidingen. Dat is met een ontkenning een soort lithotesachtige actie weer om dit soort overtuigingen over het voetlicht te brengen. En dan komen we natuurlijk nu richting waar we willen wezen, want hij kan dan to the point komen en zeggen, je had echt niet met Sophonieba moeten trouwen. Maar dat zien we in het volgende filmpje. Tot dan.